Yo, gasten, goed, jullie een gloednieuw video. Mijn naam is Tarnoek en vandaag zijn we terug met aflevering 2 met carrière van Pek Zwolle, of met Pek Zwolle, ik weet niet hoe ik moet zeggen. Maar we zijn in ieder geval terug met de carrière en we gaan proberen weer te handelen. Zoals jullie weten, ging het vorige keer niet helemaal goed. Beetje ruzie met Henk Veerman uiteindelijk, maar dit keer moet er toch wel wat gaan gebeuren. En we hebben natuurlijk Jari Oosterwijk, die is wel gelukkig en hopelijk gaat het dit keer beter. Het handelen moet dit keer beter gaan zelfs. Jullie konden op Instagram in die reacties neerzetten van welke speler je zou willen dat ik zou halen. En Bart.2006, als ik het goed zeg, die heeft de meeste likes. Namelijk 79 likes had hij op zijn Instagram reactie, als ik het goed zeg. Ja, Instagram reactie. En Nathan Rutjes gaan we dus halen, of moeten we dus zelfs halen. Dat moet gewoon lukken. En misschien dat we later nog Henk Veerman gaan proberen, want we hebben natuurlijk wel een goede spits nodig. En Henkie, die kan er wat van, jongens, die kan er wat van. YouTube had daarom de beste reactie. Met volgens mij 44 likes, als ik het goed zeg. Heung-Minson moeten dus halen naar Pek Zwolle. Ik weet niet of we genoeg geld ervoor hebben. We gaan het in ieder geval gewoon proberen en hopelijk halen we hem binnen. Dat zou heel lekker zijn. Dan hoeven we Henkie Veerman ook niet meer te halen. Dus dan hebben we gewoon Son in de spits. Dus we gaan beginnen met Nathan Rutjes proberen naar Pek Zwolle te halen, dus let's go! Yes, let's go! Nathan! Wat wil je hebben, jongen? Hoeveel geld wil je hebben? Transfersom aanbieden. Ik heb geen idee wat die waard is. We beginnen met, wat zal het zijn? 1 mil? 1 mil is een mooi bedrag, denk ik. 1 mil niet te duur. Bod indienen. Een redelijk bod, 1 miljoen. Misschien heb ik zelfs te veel geboden eigenlijk. Ik kan misschien eigenlijk iets laag moeten bieden. Maar ja, dan weet je niet of die wel of niet blijft. Dus we gaan in ieder geval meteen verder onderhandelen. Ik hoop niet dat hij te veel vraagt. Hij is natuurlijk ook best wel oud, 33 dus. Ik hoop dat hij een redelijk bedrag vraagt. Laten we zeggen dat hij kandidaat is. Zullen we daarop houden? Sporadisch? Sporadisch vinden we ook mooi. Sporadisch vinden we helemaal geweldig. Sporadisch dus. Rutjes. Laten we zeggen 3 jaar, want hij is al best wel oud, 33, misschien doet hij dat nog. Ja, dat zat ze op het oog hoor, dat snapt hij. Oké. Tegenbod, ja. Als hij ontslag neemt, dan, of noem het, als iemand een ontslag iets wil betalen of zo, ja, dan. Dan is Rutjes weg als ik hem dan geen geld bij neerzet. Dus doe gewoon 100 miljoen. 100 miljoen, dan mag hij weg. Oh, nee, toch niet? 330.000 ook prima. Accepteren. Oké. Okay. 4.000. Tekenbonus voor 56.000. 4.000, is dat een goed bedrag? Tegenbod, ik wil sowieso het doen niet aan bonussen. Bod indienen 4.100 euro per maand. Kan ik even lekker cashen? 4.400, jezus, wat steeds duurder. Ik vind het helemaal prima. Nathan Rutjes, welkom bij Pekje Zwolle. Dan gaan we nu Son proberen te halen. Ik denk niet dat het lukt om te halen hoor. Ik denk niet dat het lukt om te halen, zijn ze gewoon te duur, maar we kunnen het altijd proberen. Ik ga gewoon alles op alles zetten om Son binnen te halen. Om daarom te kopen, ik heb niet genoeg geld voor Son, man. Ik heb niet genoeg geld voor Son. Spelen wisselen. Oh, misschien als ik een speler zeg. En geld. Wat hij wil doen. Oké, wat willen we wisselen? Een aanvaller. Oké. Piotr. Om Son te ruilen. Andere spelen aanbieden dan. Mokta wil ik wel houden. Ondaan eigenlijk ook wel. Oké, dat doen we ondaan. En dan nog 78 miljoen. Dat gaat niet lukken. Nee, dat gaat niet lukken, jongens. Dat gaat niet lukken. Oké, Son is gewoon niet haalbaar. Dit is dan het team. En dan moeten we toch wel echt een speler gaan halen. Wie zou er dan helemaal in de spits moeten? Voor wie er in de spits moet komen, laat ik aan jullie over. De rest ga ik proberen te bedenken. Wie ik nog zou kunnen halen. En ik denk dat ik nog een verdediger wil en een middenveld. Ik wil elke linie een versterking. En het geld wat overblijft, dan mogen jullie bepalen welke spits ik zou moeten halen. Dat vind ik een mooi deal. Ondertussen staan we ook in de finale van de, noem je dat? Ja, oefencup. Ik noem hem gewoon de oefencup. Dus ondertussen staan we daar ook in de finale. Die wil ik nog even laten zien om te simuleren. Dus als dat jullie weten waar het geld vandaan komt als ik extra geld heb. Maar er is iets aan de hand. Sandler is geblesseerd. Oh jee. Rutjes. Ja, gaat Rutjes zijn debuut maken. Gaat Rutjes zijn debuut maken, jongens, voor ons. Nathan Rutjes. Oké, let's go. Nathan Rutjes op zijn favoriete positie. De rechtsback.
En dan moeten we gewoon winnen. En laat ik gewoon zeggen, ik ga hem gewoon in één keer doorklikken. Want ik win natuurlijk mijn strafschoppen. En ik weet zeker dat Nathan Rutjes de laatste strafschop heeft gemaakt. Oh nee, Rodriguez gemist de strafschop. Eentje. Nou ja, in ieder geval, we hebben extra geld, we hebben teruggewonnen. Hartstikke lekker. Schenken is niet zoveel, want ik denk 3, 4 miljoen of zo wat extra is. Prijsgeld toernooi. Oh, 1,5 miljoen. Dus we hebben een bod gekregen op Wouter Marinus van Roda JC. En ja, ik ga hier wel een beetje streng in onderhandelen, jongens. Ze hebben 950.000 geboden. Ik ga toch wel met... ik maak er toch 1,5 miljoen van. Ik denk toch wel 1,5 miljoen. Ik denk dat dat een mooi bedrag is voor Wouter Marinus. En een doorverkoopclausule doen we niet aan. Dus dan blijft het bedrag nog steeds op 1,5 mil. En ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan zeggen. Tek niet al zijn handen vanaf. 1,1, dat gaat omhoog. Oké, okay. Dan kom ik je tegemoet. Als jij aardig doet tegen mij, doe ik aardig tegen jou. Dus we gaan omhoog of omlaag met... Wat is het? 90.000. Met 90.000 gaan we omlaag. Ja, gaan we het helemaal moeilijk lopen doen. Nou, dan niet toch, hè? Ja, mijn spellen zijn nou eenmaal duur. Ja, daar doe je helemaal niks aan. Dus mijn plan... Bas, ik heb over een paar spelers even geprobeerd te scouten. Dus even kijken wat ze waard zijn en wat ze doen. Ik wil Derde Lachman wil ik terughalen. Ook omdat hij natuurlijk in de selectie weer zit bij PEC Zwolle. Dus Lachman wil ik eigenlijk terughalen. Ik weet niet of ik hem terug kan halen. Want zijn contract liep af met 12 maanden. Dus ik kan misschien zijn ontslagclausule vrijkopen. Daarna heb ik Masrui van Ajax gescout. Caro Eiting. Dus en Cachera en Ekkelenkamp. Kunnen we even kijken zeg maar, wat we gaan doen. Ik zit te denken sowieso aan Daryl Lachman. Die moeten we sowieso terug gaan halen jongens. Daryl Lachman. De club wil deze speler niet verkopen. Maar dan kunnen ze aan een ontslagclausule van 1,3 mil betalen. Om daarna rechtstreeks met de speler te onderhandelen. Ja, laten we dat doen. Als je niet wil verkopen, dan maar op deze manier. Lachman, kom maar terug naar PEC Zwolle. Dan maar de hard way jongens. Dan maar gewoon de hard way. Kom maar in mijn office. Kom maar in mijn office. Beetje handelen jongens. Belangrijk. Ja, jij bent zeker belangrijk. Jij bent zeker belangrijk. 2 jaar? Nee, tegenbod. Ik wil je 4 jaar. Kom op, Lachman. Iets langer. Ah, 2 jaar. Ah, wacht, oké, wacht. 3 jaar. Probeer mijn laatste bod. 3 jaar. 3 jaar? Oké. Oké, 3 jaar is mooi. 3 jaar tekent hij voor. Ontslagclausule 1,5 miljoen. Laten we zeggen 1,5 miljoen. Nou, iets meer. 1,7. 1,7. Nee, hij wil niet hoger dan dit. Oké, dan accepteren. Lach maar, je moet gewoon in mijn selectie komen, heel snel. Je vraagt wel veel centjes, Pik. Je vraagt wel heel veel centjes. Even kijken, bonus verwijderen. Als we iets lager gaan, je vraagt wel erg veel centjes. Hè. Oh, geen 1 euro, geen 1 euro, hallo. Oké, 8.500. Een tekenbonus van 120.000, prima. Je wilt in 9.000? Oké, nou ja, weet je wat, prima. Lach maar, we hebben hem gewoon nodig. We hebben hem gewoon nodig, lach maar. We hebben je nodig, Pik. We hebben je nodig. Oké, Lachman is binnen. En dan zit ik nu te denken aan Caro Eiting om die naar PEC Zwolle te halen. Ik denk zelf ook dat het best wel realistisch is, want... Ja. Ja, ik vind best wel realistisch dat die of naar Zwolle gaat of geleend wordt aan Zwolle. Dus, maar ik ga in ieder geval... Eerste poging is om hem benaderen om hem te kopen. En lukt dat niet, dan wil ik hem altijd nog wel lenen. Dus, gaan we dat eerst proberen. Transfersom aanbieden. Laten we zeggen, we beginnen met 1 miljoen. Kijk wat hij zegt. 1 miljoen. Iets eronder zitten. Oké, hij wil er wel onder zitten. Hij wil er wel onder zitten. Dat is heel fijn. Dan vind ik het helemaal mooi. Oké, als je eronder wil zitten, accepteer gewoon meteen het bedrag. Let's go, man. Let's go. Let's get in this. We gaan meteen even met je zitten, Pik. We gaan meteen eventjes met je zitten. Caro Eiting. Kareltje Eiting. Hallo. Ja. 3600. Je wordt een... Kandidaat? Nee, wat is het? Rotatie, sporadisch. Rotatie. Vond je dat oké? Hij wil belangrijk zijn, jeetje! Oké, nou weet je wat? Belangrijk, je bent voor nu heel eventjes belangrijk. Met alle respect, Caro Eiting, je bent voor nu heel eventjes belangrijk. Maar ik weet niet zeker of ik je kan opstellen hoor. Je bent meer voor de breedte. Nee, je bent niet echt voor de breedte. Nee, ik denk maar dat je het nodig hebt, maar zo belangrijk, ja, ik weet het niet, man. Ik weet het niet, ik zit erover te twijfelen. Maar even voor 4 jaar, 4 jaar vind ik helemaal mooi, 4 jaar vind ik mooi. Ik ben benieuwd wat voor ontslag we zullen voorstellen. Ja, laten we iets van 10 miljoen of zo. Vind ik een mooi bedrag. 2,9 ook mooi, joh. Doen we niet moeilijk over. 2,9 prima. Oké, we gaan verder. Vierde is hij wat 1000 meer verdienen. Nou, dat vind ik op zich nog wel oké, maar dan wil ik geen bonus, maar wel bot indienen. Zo, en de 61.000 tekenbonus, dan wil je opeens meer.
Oké, okay, nou ja, dan doen we 200 erbij. En dan hebben we jou ook binnen. Dan hebben we alweer twee spelers binnengehaald. En dat is natuurlijk super, 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 super lekker. Ik wilde laten weten dat Real Sociedad akkoord is gegaan met de betaling van de ontslagclausule van 6,6 miljoen voor Kingsley. Pik! King gaat niet weg! King gaat niet weg! Wacht! Wacht, de King gaat niet weg, jongen! De King gaat echt niet weg! Contract onderhandelen. Nu moeten we echt even goed gaan zitten met King. Nu moeten we even goed gaan zitten met King, hoor. Ja, je bent belangrijk voor ons, man, King. Cruciaal. Oké. Cruciaal. Accepteren. Sowieso. King die mag echt niet weg, man. Ze hebben echt veel geld geworden, man. Shit. 5 jaar. Ja. 5 jaar is mooi. Maar wel ontslag consulen, want je ziet het, hè. Mensen willen je hebben. Laten we 20 miljoen doen. 20 miljoen. 20 miljoen is een mooi bedrag. 9,3. Ah, zullen we naar de 10 rijken? Zullen we naar de 10? Zitten we een beetje in het midden. Vind ik een mooi bedrag. 9,3. Oké, echt niet meer. Oké, nou, dan doen we het wel. Alles voor jou, King. Alles voor jou, jongen. Je wilt dit verdienen. Helemaal prima. Geen bonus, maar je mag het wel verdienen. Je mag echt niet weg. 8400. Oeh, je wordt wel een beetje duur, maar oké, prima. De King mag niet weg, jongens. De King mag niet weg. Ik ga je weer in de baas zetten, denk ik, want je wil het graag en je mag echt niet weg, man. Dus sorry, Rutjes, je moet weer van de bank af. Kingsley moet in de basis. Dus laat me trouwens ook weten of jij zegt van Rutjes moet in de basis of Kingsley moet in de basis. Ik denk dat ik toch liever Kingsley in de basis wil hebben, hoor, jongens. Ik denk dat ik toch liever Kingsley in de basis wil hebben dan Rutjes, heel eerlijk gezegd. En dat ik echt liever Kingsley in de basis wil hebben dan Rutjes, want ik wil Kingsley echt niet kwijt. En Rutjes is inmiddels ook uit voor. Maar laat me in de reactie weten of je liever Kingsley in de basis wil hebben. Dat hij echt niet weg mag. Of Rutjes. Laat me in ieder geval weten. Ze hebben wel een mooi bedrag geboden trouwens. Maar ja, dat is Kingsley gewoon niet waard, man. Kingsley is veel meer waard. Sowieso. Transbord zei Mak. 4,4 mil. Denk ik niet, man. De competitie staat echt voor de deur nu. Dus het gaat niet gebeuren. En ik moet ook nog een middenvelder halen. Dus dat zou betekenen dat ik 2 middenvelders moet halen voor de wedstrijd tegen Rode JC. Weet je, dat is weinig tijd, man. En je hebt ook best wel weinig geboden. Laten we zeggen 8 mil. 8 mil van Saimak. Niet meer, niet minder. Let's go. 8 mil. Wat? Ga je dan nog lager? Volgens mij ging hij lager, of niet? Hij ging nou serieus lager, of niet? Jezus, je zit gewoon onder de huidige waardepik. Oké, laat het zeggen 7 mil, dan moet je wel omhoog komen. Als je niet omhoog komt, dan ben ik klaar met je. Oké, let's go, hij komt omhoog. Zit nu eindelijk even boven. Je bent gewoon een harde, vervelende onderhandelaar. Dat is wat je bent. Dus 6,8. Anders niet, man. Anders niet. Anders zeg ik nee, dit wordt hem niet. Oké, nee, zeg zo lekker zelf. Oké, nee, dan wordt het gewoon niet, man. Dan niet. Lekker pik. Let's go. Oh, smeerlappen, man. Die onderhandelaars. Oei. Dus ik zat te denken, laten we eerst gewoon even de wedstrijd simuleren. En dan gaan we even verder kijken welke middenvelden we zouden kunnen halen. We hebben echt een middenvelder nodig. Dus ik ga nog eventjes verder zoeken. Dus we gaan eerst even deze wedstrijd simuleren. En dan hopelijk winnen we deze. En gaan we snel door. Let's go! Oké, de thuiswedstrijd tegen Rode JC. En hopelijk gaan we deze gewoon meteen winnen. Van de eerste wedstrijd van het seizoen in de Eredivisie. Gaan we natuurlijk meteen winnen met Thomas. En Nijland die scoren de invallen Nijland. Dus dat is een lekker begin, jongens. Dat is een heel lekker begin. Jongens, ik was dus aan het nadenken en ik was een beetje aan het zoeken. En ik dacht, Afellay, zie ik ook zomaar wel eens een keertje bij PEC Zwolle komen. Of misschien wel Ruud Vormer. Zie ik ook zomaar wel eens een keertje bij PEC Zwolle komen. Dus ik zit te denken, misschien ga ik op Ruud Vormer bieden. Hij is ook 29 jaar oud, dus we hebben een beetje verdedigd op het midden van nodig. Maar daarna zou Afellay ook wel heel lekker zijn als Afellay naar PEC Zwolle komt. Maar ik vind Vormer vind ik toch wel iets beter bij PEC Zwolle passen. Dus ik denk dat ik op Ruudje Vormer ga bieden. Gewoon 3 jaartjes Ruudje Vormer. Heel lekker hoor. Oké, transfersom aanbieden. Laten we zeggen, ja, laten we er iets onder zitten. Dat doen ze ook allemaal. 9,9. Een mooi bedrag. En wat zeggen jullie ervan? Ze zeggen 14. Het is wel te doen hoor. Het is wel te doen. Oké, Ruudje Vormer. We gaan iets lager dan. We gaan ietsjes lager. We gaan naar 12. Misschien wordt het wel geaccepteerd. Hè? Misschien wordt het wel geaccepteerd. Ruudje Vormer. Nou, blijf bij ons prijskaartje. Oké, dan gaan we misschien naar de 14 mil. 14 mil. Je moet wel een beetje naar me toe komen, jongen. Je moet wel een beetje naar me toe komen. Anders kunnen we gewoon niet onderhandelen. Dat ga ik je wel van zeggen. Anders kunnen we gewoon niet onderhandelen. Dus 14 mil. Gaat dat dan worden? 14 mil. Zegt hij ja. Ja, dat is een redelijk aanbod. Let's go, man. Ik liep bijna controle vallen ondertussen. Maar we gaan meteen in gesprek
Met Ruudje Vormer. Want jou moeten we binnenhalen, jongen. Ruudje Vormer, jou moeten we binnenhalen. Oké, okay, wat is jouw bedrag? Cruciaal. Jij bent zeker weten cruciaal. 100%. 100% cruciaal. Oké, okay, laten we zeggen... je zat nog wel naar via voetballen. Dus, ja, dat was het. Oh, ja, hier, dat bedoel ik. Geen ontslagclausule. Nou, dat dacht ik wel, pik. Jij verdient echt wel een ontslagclausule. Laten we zeggen 20 miljoen vind ik een mooi bedrag. Is hij... Oh, dat is hij mee eens. Ik dacht, dat is hij echt niet mee eens. Maar hij is gewoon mee eens. Oké. Okay. Ik weet niet wat jouw huidige salaris is. Laten we vanuit gaan. 10.000. En we zetten jou op... 400.000, zoiets? 400.000 tekengeld. Oh, hij wil 21.000. Een tekenbonus vindt hij dan prima. En dan wil hij ook nog eens dat. Nou, dat wordt me wel allemaal te veel. Je bent wel heel duur ook, hoor. In ieder geval, die bonus verwijderen, bot indienen. 21.000 vind ik op zich nog wat te doen. Dan wil je 22.500. Ruudje Vormer, mag ik je bij deze welkom heten bij onze mooie club Pekkie Zwolle. Welkom, Pik. Welkom, Ruudje Vormer. Dat vind ik een hele mooie deal. Je bent niet te hoog gaan. Je hebt me wel een beetje laten zweten, want het was best wel duur. Je prijskaartje is best wel duur. Dus wat hebben we nu nog over? We hebben nu nog 21,6 mil over. 21,6 mil. Dus jongens, dit is wat we nu toe hebben gehaald. Lachman hebben gehaald. We hebben Rutjes gehaald. We hebben Vormer gehaald. En we hebben natuurlijk Oosterwijk gehaald. En dat was het volgens mij. Dat was alles toch? Ja. En dat was het. Dus we hebben al 4 spelers gehaald en we hebben nog 1 spits nodig. En jullie hebben dan in totaal 21,6 miljoen om een spits te bedenken voor PEC Zwolle. Wat een beetje realistisch is en ook nog bij PEC Zwolle past zoals Ruud Vormer. Vind ik in feite wel realistisch en vind ik ook wel pas bij PEC Zwolle. Heel eerlijk gezegd, dat vind ik. Dus bedenk een spits, zet in de reacties neer. Degene met de meeste likes op YouTube en degene met de meeste likes op Instagram. Die krijgt van mij een SO, ja, een soort van SO, ik noem je in mijn filmpje. En dus dat. Dus op die manier, dus 21,6 mil. Maar dat is nog inclusief dus het salaris. Dus laten we zeggen, 18 mil en zo. Daar hebben we gewoon genoeg goed. Zou dat zeggen, 18 mil ongeveer. En hebben we ook genoeg geld voor om hun salaris te betalen. Dus 18 mil en dan nog kunnen nog hun salaris ook prima betalen. Dus een goede spits. Misschien hij mag wat ouder wezen. Gewoon een lekkere goede spits. En dan, laat het maar weten. Ik zal het duidelijk aangeven op Instagram. Op YouTube kan je gewoon meteen reageren. Degene met de meeste likes krijgt natuurlijk een S over mij. Dus, daarom wil ik jullie ook bedanken voor het kijken allemaal. Oh ja, en de volgende aflevering wordt ook als eerst tegen wedstrijd tegen Sparta gespeeld. Ik ben nu al super benieuwd wat het gaat worden. Want ik wacht ook zelf een week. Ik neem elke woensdag zeg maar op. En donderdag komt die online. Dan heb ik de tijd om te editen. Dus, ja, dus ik ben ook super benieuwd. In ieder geval, we hebben de eerste wedstrijd gewonnen van Roda JC. Daar ben ik super blij mee. We staan echt best wel hoog nu. Dus dat is super fijn. En dus, in ieder geval, bedankt allemaal voor het kijken. Drop lekker blauw duimpje omhoog. Schuif natuurlijk op de channel als je dat nog niet hebt gedaan. En zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Dus peace out!